Deze foto van Varsjevelder Wijnand Rensink is op een landelijk congres van Team Brandonderzoek uitverkozen tot mooiste foto van het jaar. De medewerker van 112 Achterhoeknieuws.nl schoot het plaatje om het emotionele moment tijdens een grote stalbrand in Didam vast te leggen. Voor mij was het een alzeggende foto. De foto geeft aan dat de brandweer meer doet dan alleen maar branden blussen, maar dat ze ook een nazorg geven aan de nabestaanden of betroffenen die te maken hebben met een behoorlijke impact. Voor Rensink is de uitverkiezing een hoogtepunt in zijn carrière als 112 nieuwsjager. Ik doe het al 15 jaar en dan een foto die ingestuurd wordt en die dan als prijswinnaar zeg maar, voor degene die erbij zit uitgeloot wordt door 100 mensen die er wel verstand van hebben, neem ik aan. Ja, dat is gewoon leuk. Ik bedoel, dat is mij nog nooit overkomen in die 15 jaar. De Varsjevelder heeft de prijs niet zelf gewonnen. De brandweerman op de foto stuurde het kiekje in en die gaat dan ook met de wisselbeker naar huis. Rensink heeft daar alle begrip voor. Nou ja, goed, eer die eer toekomt. Ik heb alleen er op een knopje gedrukt om die foto te maken. Maar de jongens die doen meer dan alleen maar op een knopje drukken. De Varsjevelder zal altijd op zoek blijven naar de beste en respectvolste plaatjes op plekken van onheil. Dat gaat hem niet altijd in de koude kleren zitten, maar hij blijft immer professioneel. Het is ook soms zeer emotioneel dat je mensen rond ziet lopen die in dit geval een varkensstal in brand zien gaan en zijn hele hebben en houden in brand gaat. Ja, dat is, soms is dat wel moeilijk. Maar goed, nieuws brengen is nieuws brengen. En soms moet je dan even een knopje omdraaien om toch je werk te doen.